Er is een verschil tussen visie en gemeenschappelijke visie. Er is een visie van het college van bestuur, met name een hele scherpe visie rond open access. Dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt. En die geldt ook voor open educational resources. Dat het in principe noodzakelijk is zelfs dat door met publieke middelen betaalde instellingen ook hun producten publiekelijk beschikbaar stellen. Dat geldt voor onze wetenschappelijke artikelen, dat geldt ook voor onze onderwijsproducten. In die zin is er geen enkel beletsel om wat we ook maar hebben publiekelijk beschikbaar te maken. De vraag of die visie overal gedeeld wordt en overal uitvoerbaar is, is echt een andere. Ik denk dat er in de universiteit wat betreft het principe brede overeenstemming is, de uitwerking van het principe. Is per faculteit bijvoorbeeld, per discipline, per leeftijdsgroep verschillend en wordt ook verschillend over gedacht. Onze studium generale, dus het is onze taak om wetenschap uit te dragen naar een groot publiek, dat zit eigenlijk in het hart van Open Education Resources. En daar hebben we hele cursussen op staan en daar neemt ook het aantal bezoekers steil toe. Dat is heel succesvol en draagt ook bij aan het doel wat we als instelling hebben, ook richting onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de academische omgeving is vrijwel alles deelbaar. Dat is een hele oude traditie, dat is heel goed. Vanuit dat perspectief verwacht ik niet zoveel problemen. Maar als het gaat om kant-en-klare cursussen waar heel veel energie, tijd en geld en eigenaarschap in zit, zit daar nog een lange weg en die zal ook taai zijn, is mijn voorspelling. In zijn algemeenheid is de overheid vooral aan zet wanneer het gaat om het beschikbaar stellen van middelen en het initiëren van zaken. Ik vind dat de overheid geen enkele rol heeft als het gaat om het wat. Ik denk dat de overheid een rol zou kunnen spelen over het hoe. SURF zou in mijn optiek een belangrijke rol kunnen spelen in de zin van coördineren, kennis uitwisselen en vooral komen tot een voor buitenstaanders bruikbare en ook op kwaliteit herkenbare reeks leermiddelen. Dit soort verklaringen zijn altijd goed. Dat kan geen kwaad. Integendeel, goede stap. Maar zal het iets feitelijk betekenen? Dat is nog maar de vraag. Het kan een kleine impuls geven aan het geheel. Maar probeer eens geduldig. Het zal aankomen op de praktijk. Ik denk wel, twee dingen. Nederland zou hier wel, gegeven de hoogontwikkelde kennisnatie die we zijn en ook het niveau van de kennisinstellingen, een rol kunnen en moeten spelen. Dat is één en daar helpt dit bij. Het helpt om de overheid wakker te maken, ook goed. Maar het zal het probleem van het beschikbaar stellen van middelen, het probleem van andere urgenties. We hebben grote urgenties in het onderwijs waar we eigenlijk niet zitten te wachten op nog meer taken. Dat zal het niet oplossen. Dus ik ben er heel positief over, maar enigszins terughoudend over het onmiddellijke succes van de declaration.